Deze keer zijn we te gast bij Maria Verhagen en we gaan onder andere praten over leven en dood. Maar het eerste is wat anders, want ik zie ontzettende prachtige quilt achter jou hangen. Mm-hmm. Heb je die zelf gemaakt? Ja, helemaal. Wat een werk. Heel veel werk. Hoe lang heb je daar wel niet over gedaan? Totaal heeft het 5 jaar geduurd voordat hij hier is komen hangen. Goh. Maar de bovenkant, de toplaag, ja, zoals we dat noemen, daar heb ik een jaar op gedaan. Ja. Heb je die helemaal met de hand aan elkaar? Of wat met ik met de machine kan, doe ik met de ja, machine. Top, ja. Ja, maar niet alles hoor, want sommige dingen, die puntjes, dat is best wel lastig om dat met de machine te doen. Dus er zit ook een deel met de hand. Is dat een hobby van jou, quilten? Of handwerken? Nou, vooral het werken met textiel. Dus quilt is een onderdeel, maar ik maak ook kleding. Nou, doe ik er niet zo heel veel meer tegenwoordig, maar voor de kinderen heb ik heel veel gemaakt. En ik zit ook nog wel veel achter de naammachine, ook met allerlei andere dingen. Ja? Ja. Dit kun je ook gewoon thuis doen natuurlijk. Ja, kun je overal doen. Kun je echt overal doen, op vakantie overal. Je kunt het met dan nam je altijd werkje stukjes mee of zo. En dan ging je... Want het zijn allemaal blokken of zo, die ja, quilt? Ja. Ja, blokken. Nou, je hebt er wel verstand van. Ja, mijn moeder is ook, ja. Die ja, quilt ook nogal. Ja. Is jouw lievelingskleur paars? Mm. Ja, want het is toch wel heel aanwezig, ja, zo'n kleur, hè? Ja. En vooral de paarse. Ja. Ik zie ook een paarse kaars en ja, dan een beetje de aubergine in de muur. Ja, nee, blauw is eigenlijk mijn lievelingskleur. Ja, maar het is gewoon toevallig zo uitgekomen. Ja, ja, ja. Je begint eigenlijk met het uitzoeken van de stof. Dus je begint met... Dus niet met een patroon, maar je wil maken. Ja, ook, nou, dit is een mystery, noemen ze mystery. Dus dan krijg je elke maand een onderdeeltje. Je weet dus niet wat het totaal wordt. Maar je start wel met het totaal aan de hoeveelheid stoffen. Dus je zoekt uit zoveel ja, meter van dat, zoveel meter van dat. Dan krijg je van tevoren te horen. Ja. Hoeveel soorten, verschillende stoffen je ja, moet hebben? Of... Ja, en lichte en midden en donkere stoffen. Zodat okay, de contrasten ook terugkomen. Jee, ja, leuk. Ja, heel leuk. En vooral omdat je nu weet wat je aan het maken bent. Dat vind ik me dan wel helemaal ja, loslaten. Ja, ja, dat is loslaten. Dat is loslaten. Ja, erop vertrouwen dat dat goed komt. Ja, nou, dat is geweldig. Ja. Echt heel mooi hoor. Ja. Het is echt een, ja, als je binnenkomt zie je het meteen. Ja, ja, ik ben er ook heel content mee. Ja, leuk. Ja, ja. Want er zijn een van jouw hobby's, handwerken en tussen het gezinsleven en alles door. Want je hebt ook kinderen. Ik heb 3 kinderen, ja. Die zijn voor het groot zeker? Ja, ze zijn alle 3 het huis uit. 2 studeren er nog en eentje die is klaar. Ja, ja. En dan ja, kun je zo heel de middag lekker gaan zitten kneuteren en handwerken. Of is dat nou minder geworden? Of is dat iets van vroeger geweest, wat je heel veel deed, handwerken? Of... Nou, ik heb al altijd achter de naaimachine zitten... Vreubelen. Vreubelen, ja. Ik was altijd met stof bezig. Kleertjes maken voor de kinderen, dat doe je wel als ze klein zijn. Maar als ze groot zijn, dan nou, wordt dat toch minder, denk ik, hè? Ik heb wel de galajurken nog gemaakt voor het afstuderen, ja. Oh, dat is knap. Ja. 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 Maar dat is wel minder. Dus ja, als ze klein zijn, dan... trekken ze het ook allemaal wel vlotter aan. Hè? Ja, dat is ook. Ja. Ik zag net toen we binnenkwamen hier bij de bel, bij de voordeur, een groot muziekstuk hangen. Bij de brievenbus, bij de ja, brievenbus, bij ja, het, ja. Is dat voor jou iets? Of, Nou, meer eigenlijk iets van het hele gezin. We hebben allemaal muziek gemaakt. Op het moment doet de piano niet zo heel veel meer. Maar ja, dat past wel een beetje bij ons als gezin. Oh ja? Ja. Zijn je allemaal zo muzikaal eigenlijk? Nou, heel muzikaal, maar we vinden het wel leuk om muziek te maken gewoon thuis. Niet zozeer in een band of in een... Nee, leuk. Ja. Buiten dat, ben je ook werkzaam altijd geweest? Of heb je ook altijd gewerkt naast je gezin? Of? Nee. Toen de jongste geboren, of de oudste geboren werd, toen ben ik gestopt met werken. En ik ben weer begonnen toen de jongste naar school ging, dus ik ben er bijna 10 jaar uit geweest, denk ik. En je bent verpleegkundige? Ja, van, ik ben verpleegkundige opgeleid. Daarna heb ik nog de wijkaantekening gehaald. En toen heb ik eigenlijk freelance overal gewerkt. En dat is dan meer in de thuiszorg? Ja. Hè? Zoals ze noemen, als verpleegkundige bij mensen thuis? Ja. Zo, hè, dan ja, moet ik zo zien. Ja.
En toen raakte ik zwanger en dat ging mis. En toen raakte ik zwanger van Tom, de oudste. En toen ging dat ook eigenlijk niet zo goed. En toen moest ik bedrust houden. Nou ja, uiteindelijk, toen de kindje er eenmaal was, dacht ik, nou, ik vind het eigenlijk wel prima. Ja, heerlijk. Ja. Ja. En toen de jongste naar school ging, toen begon het wel weer te kriebelen. En toen dacht ik, ja, wat ga ik doen? Want ik was al zo lang uit die zorg. Ik denk, ligt dan mijn hart nog wel? Kan ik het nog wel? Ja. Dus toen ben ik begonnen hier weer in het verpleeghuis. Ja. En dat beviel goed eigenlijk? Dat beviel goed. Alleen ik vond het wel zwaar werk. Want waarom? Ik werkte part-time, dus in de ochtendzorg van 7 tot 11 of s'avonds van 5 tot 10 of van 5 tot 11. Dus je hebt dan altijd de drukke uren. Ja. En toen kwam er een vacature op de eerste hulp. Destijds was er nog een eerste hulp op het Liduina. Toen was het verpleeghuis en het ziekenhuis ook nog viel onder één organisatie. Toen ben ik overgestapt, want daar kon ik, daar had ik gewoon kantoortijden. Dat was voor de oppas voor de kinderen ook gewoon makkelijker. Nou, ja. Dus heb ik daar een aantal jaren gewerkt. En toen ben ik uiteindelijk op het secretariaat terechtgekomen bij de chirurgen. Dat heb ik 7 jaar gedaan. Maar daarnaast heb ik in die periode ook particulier altijd bij iemand gewerkt. Om toch in die zorg te blijven. En dat ging eigenlijk gewoon via. Dus helemaal niet dat ik daar nou zoveel reclame voor maakte. Maar toch is dat meer jouw ding altijd geweest. Het zorgen of verzorgen van mensen die ziek zijn. Ja. Of, ja. Ja. In die tijd kwam ik dan ook in aanraking met Nabij. En dat is? Nabij is een vrijwilligersorganisatie. Die heb ik samen met Yvette Krooimans en Paul van Nooy en Mathieu Hendricks opgezet in 2005. En inmiddels is dat een stichting met ruim 70 vrijwilligers die mensen bezoeken in de palliatieve fase van hun leven. In de breedste zin van het woord. En dat houdt in? Mensen die stervend zijn? Nee, of die... nee. Mensen die eigenlijk niet meer kunnen genezen. Hmm. Dus dat kan kanker zijn. Maar je ziet de oudere mens die een herseninfarct krijgt of een chronische ziekte ontwikkelt, die in feite kan stabiliseren of verder achteruit gaat. Maar het wordt nooit meer beter. Nee. Ja. Dat is eigenlijk waar het over gaat. En mensen die daar in dat proces vereenzamen, of alleen zijn, of weinig familie hebben, en behoefte hebben aan een stukje contact, daar worden de vrijwilligers dan aangekoppeld. Ja. Dat kan in de thuissituatie zijn, dat kan in een verzorgings- of verpleeghuissetting zijn. Dat kan in een hospice zijn. Ja. Maar die gaan eigenlijk meer op bezoek, maar die gaan zo iemand niet verplegen? Nee, die gaan alleen bezoeken. Alleen bezoeken? Ja, en soms je kan er mee naar buiten toe of een kopje koffie ergens gaan. Nou, dat op zich kan dat natuurlijk allemaal wel, maar het is puur voor het gesprek. Het contact. Ja. Gewoon dat ze hun ding kunnen vertellen of wat dan ook. Een verhaal kunnen vertellen of dat jij als vrijwilliger, jij brengt de wereld ook een beetje naar binnen. Maar in feite ben jij als vrijwilliger een luisterend oor voor degene waar jij komt. Ja. Dan moet je toch ook wel van wanten weten, om het zo maar te zeggen. Je moet toch weten hoe je met zo'n mensen om moet gaan. Mm-hmm. Maar ook, mensen kunnen ook in een emotie schieten. Ook hoe je daarmee omgaat, denk ik, hè? Ja. Dus je kunt niet zomaar als vrijwilliger altijd bij nabij komen werken. In principe is iedereen welkom. Maar voordat je eigenlijk toetreedt, krijgt iedereen een cursus. Hoe ga je in gesprek met iemand? Waar let je op? Wat kun je wel zeggen? Wat kun je beter niet zeggen of vragen? Nou ja, hoe zorg je dat je ook je zeker voelt of je onzekerheid, dat die er ook mag zijn? Want het is helemaal niet zo dat je het allemaal maar moet weten. Nee. Maar het is wel prettig als je daarin ook bij jezelf kan blijven en dat je ook... Je eigen niet verliest in de emotie van die andere persoon meer, hè? Ja, zeker. Ja. En een stukje ethiek zit ook in die cursus. En dan. En dat houdt in? Dat is hoe... Ja, wat houdt dat precies in? Dat gaat ook een stukje over spiritualiteit, over de ethische kant van het leven. Ja, ga
gaat ook over niet oordelend zijn, dat eigenlijk alles er mag zijn. En is dat dan meer voor dat een vrijwilliger dat krijgt om die persoon die daar ziek is, om die beter te kunnen begeleiden? Zo moet ik het zien. Ja. Ja, eigenlijk leer je in die cursus kijken, ga je ook naar jezelf kijken. Ja, want je wordt wel milder, bewust natuurlijk, hè? Minder oordelend. Ja, dat is in ieder geval wel belangrijk op het moment dat je daar bij iemand bent. Ja. Ja, dat diegene de ruimte voelt om te kunnen zeggen en te mogen zeggen wat in die persoon beweegt. Ja. Maar wel met respect naar elkaar natuurlijk. Ja, want je staat dan eigenlijk een teken van zo'n patiënt. Ook een stukje bescheidenheid wat je dan... Ja, dat is heel belangrijk, vind ik wel, ja. En niet meteen jouw ding willen zeggen, wat zogenaamd jouw waarheid is natuurlijk. Ja. En dan krijg je in zo'n opleiding of zo'n cursus meer dat je daar bewust van wordt. Of, het is eigenlijk bewustwording van hoe sta ik daarin, hoe ga ik daar nu mee om... Ja. Wat kan ik betekenen voor die ander? Wat heb ik te bieden? Want ik geloof ook echt dat iedereen iets te bieden heeft. En ook, wat ik ook heel belangrijk vind, is dat mensen zich realiseren, dat geldt in elk vrijwilligerswerk, denk ik, en ook in je werk. Je gaat iets brengen, maar je gaat ook iets halen. Het is niet... Je bent er niet alleen voor die ander. Die ander geeft jou ook iets. Ja. En dat is ook, vind ik, belangrijk om je te realiseren van waaruit, van welke beweging wil ik dat vrijwilligers doen of kies ik juist voor dit vrijwilligerswerk. Ja. En dat moet wel zuiver zijn. Ja, ja. Want het is natuurlijk wel, je moet het ten eerste ook aankunnen, hè, zoiets, want je komt overal. En inderdaad, wat jij zegt, het moet wel zuiver zijn. Mensen moeten het... Ja. Nou denk ik ook wel, als iemand vrijwillig iets gaat doen, en er komt geen geld bij kijken, dat het ook een hele andere insteek is, als dan mensen denken, zo, ik ga daar eens werken, want ik verdien ook meteen geld. Ik denk dat dat voor een groot deel ook echt zo werkt, maar ik denk ook dat er vrijwilligers zijn die het doen voor, het misschien kunnen vertellen in de omgeving. Oh ja. Van dit doe ik. Ja. Ja, dat klinkt misschien heel onaardig. Maar... Nee, maar dat zou kunnen. Ook al doen ze het niet bewust. Hè. Dus, ten tweede, ja. Ja, nou in ieder geval, dat is wel... Ja. Het is ook trouwens zo dat als je het om die reden zou doen, dan hou je het ook niet vol. Nee. Dan hou je het gewoon niet vol. Nee. Wat je ook doet. Gewoon wel bijzonder, nabij. En dat is eigenlijk dus voor mensen... Dat is een stichting met vrijwilligers... die jij mee op hebt gezet, voor alle mensen die niet meer beter worden. Zo moet je het zien. Ja. 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 Goh. En de naam Nabij, hoe kom je hierbij Nabij? Ja, het heette eerst Palliatief Spiritual Team. Maar dat was toch ten eerste een mond vol. En vooral het woordje spiritueel was voor sommigen toch ook een beetje, gauw het gevoel dat het zweverig is. Toen is er ook van alles voorbij gekomen, maar uiteindelijk is het Nabij geworden. Ja. Ja. Dus die naam die is... Simpel, makkelijk, duidelijk dan. Ja, het dekt de lading. Ja. Ja. Ja, want over die spiritualiteit, hè? Daar kom je ook niet, daar kun je niet omheen. Nee, daar kan je niet omheen. Daar kun je niet omheen, hè? Nee. Dus het is ook wel... Denk ik, de mensen die je aantrekt, zo'n vrijwilligers, die moeten daar ook voor openstaan of induiken, want het is er wel. Het is niet zo makkelijk te pakken, vind ik. Ja. Het gaat ook over zingeving, het gaat over, wat je niet kunt vatten in de duidelijke, overzichtelijke dingen. Ja, klopt. Ja. Terwijl dat toch, hè, wat jij zo straks mooi zei toen je binnenkwam, nou weet ik waarom ik vandaag hier bij jou ben. Dan denk ik, waarom komen dingen op je pad? Waarom lopen de zaken zoals ze lopen? Waarom gaan sommige dingen vanzelf en zijn andere dingen, daar loop je aan te trekken en denk je nog steeds,
is dit wel de weg? Ja. Ja, ik geloof daar dus... Ja, ik geloof daar ook niet in. Ik denk echt alles waar je ontzettend... Ik zeg niet dat je nergens aan moet trekken. Maar ik geloof wel dat jouw weg die je bewandelt... De stukken die makkelijk gaan, wat heet... Want iedereen krijgt zijn... Zijn hobbels, hè? Ja, en daar moet je mee zien te dealen. Ja. Nou, ik denk ooit... Ja, net wat je zegt... Het trekken op zich is ook niet erg. Alleen je begeeft het op een gegeven moment op dat het je uitput. En dat is wel weer mooi, want daardoor krijg je weer een inzicht. En je denkt, dit is gewoon helemaal niks voor mij. Nee. Wat een onzin, ik zoek het. En dat is dan weer mooi om dat inzicht te krijgen. Ja. Maar ik denk wel, als je zo bij zieke mensen bent die niet meer beter worden, al die schillen vallen af. Hè? Ja, precies. De opsmuk valt eraf, zeg ik altijd. Ja. Ja. Op het moment dat iemand ernstig ziek wordt... En ook de familie eromheen of het gezin. Dan vallen die schillen er dus allemaal vanaf. En daar mag jij, daar mag ik dan zo dichtbij komen. Ja. Ja, dat vind ik echt heel bijzonder. Ja. Want het is altijd weer anders. Je kan geen twee sterfgevallen, om het zo maar te zeggen, of twee situaties op elkaar leggen. Ik heb ontzettend veel mensen zien doodgaan, maar ik kan niet zeggen, oh, ja, dit is wel ongeveer als toen bij die. Nee, alles is anders. Het is altijd anders. Ja. En het heeft natuurlijk ook te maken met de gezinssituatie. Je bent uiteindelijk toch ook allemaal uniek. Ook al vinden we dat alle Chinezen op elkaar lijken, en vinden Chinezen dat dat wij allemaal op elkaar lijken. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. En dat is met dit ook. Ja, maar bijzonder. Ja, dat is echt bijzonder. Hoe kom jij erbij om daar in je eigen in te verdiepen, om dat stukje op te gaan zoeken? Want ik snap wel dat het allemaal bijzonder is en het lijkt me ook wel heel mooi om te zien hoe iemand heel puur is, maar ja, hij gaat toch dood. Ja. En ja, ik ben zo iemand, ik denk, oh, wat een ellende. Terwijl dat het ook wel bij het leven hoort. En jij maakt daar jouw werk van. Ja. Nou ja, ja, het is ook soms ellende. Is het ook. Neem je daarmee naar huis? Soms wel, ja. Ja. Zeker als je zelf je kinderen hebt en het huppelt hier allemaal rond. En dan kom jij thuis en denk je, je komt uit zo'n andere dimensie, andere wereld. Wat weer. Mam, wat eten we? Ja. Dat is ook fijn, hè? Ja, dat is ook goed. Ook fijn. Want dan zet jou wel weer met twee benen op de grond. Maar, maar mijn hoe man, hou je het die, vol? Die kon zeggen, volgens mij ligt er weer iemand heel slecht. Oh, die voelde gewoon aan mij op de manier waarop ik binnenkwam. Of, nou, dat was ook zo. Dat was ook zo. Ja. Dus ik had er niet zo uitgebreid over hier, maar... Je loopt gewoon mee. Ja. Je leeft toch een stuk mee. Uiteindelijk loopt iedereen dat laatste stuk ook alleen. Maar je loopt wel een end mee, ja. En waarom doe je dat? Ja, ik heb altijd gezegd, en dat vind ik eigenlijk nog steeds wel, het houdt mij scherp. Het houdt mij scherp dat het leven... Hè, wij leven met het idee van, nou, we worden allemaal 80 en we hebben een hele toekomst voor ons. Maar eigenlijk is het onzin. Vind ik. Want je ziet ook, je staat 's ochtends op en in een split second kan het mij overkomen of mijn partner of mijn kinderen, waardoor mijn leven ook 180 graden draait. Ja, dat klopt. En het is natuurlijk ook bizar om elke ochtend op te staan van, oh jee, gelukkig, ik heb nog een dag. Dat is ook niet de weg. Nee. Maar ik vind wel dat wij, dat hier de dood eigenlijk te ver weg is van het leven. Ja. Snap je wat ik wil zeggen? Ja, snap ik wel. Dat we te weinig realiseren wat we hebben. Ja, onze zegeningen. Dankbaarheid. Ja, nou dat we ontzettend gericht zijn op materie. En niet dat ik dat niet ben, hè, want ik woon ook in een huis en ik heb ook een hypotheek. Ja. Dus het heeft ook twee kanten. Maar dat maakt ook niet uit, want dat is ook de andere kant van het leven. En dat is ook goed. Maar het gaat erom dat je er bewust van bent. Ja. Dat niet vanzelfsprekend is. Precies. Daar gaat het om. Ja. Ja. Want daar is het niet. Nee. Want de ene koopt nog een paar schoenen omdat ze die mooi vindt. En omdat ze vindt dat hij het verdiend is. Ja. En iemand anders gaat dood. Ja, dat is ook wel heel
Maar dat mag nog steeds, maar hè? Maar dat mag, hè? Die schoenen zijn gegut. Ja, daarom. Ja. Maar is het niet zo dat het jou ook energie kost? Ja, het lijkt mij, hè? Omdat het... Ik sta daar heel ver vanaf. Ik snap wel, ik tel wel mijn zegeningen en ik ben wel heel dankbaar voor de dingen die ik heb. Maar gelukkig heb ik nog niet zoveel met de dood te maken gehad. Mm-hmm. Nou, ik privé ook niet zo, nee, hè? Nee, maar ik bedoel, dan denk ik, maar dat vind ik ook van iemand die verpleegster is. Of die in de thuiszorg werkt. Dat vind ik altijd engelen zonder vleugels, zeg ik altijd. Mm-hmm. Dat vind ik zo bijzonder. He, ook al krijgen ze ervoor betaald, maar je moet het toch maar allemaal doen. Want je komt overal. Ja, je komt overal. Maar dat maakt met de gekste dingen, ja, hè? Ja. Ja, maar dat is ook wel weer het pionieren ook. Ja. Hè? Het aansluiten bij wat daar nodig is. Ja. Hè? Soms kun je... heb ik al lang niet meer in de wijk gewerkt. Maar je kunt inderdaad wel echt... Je denkt, oh, ik ga dit daar of daar even doen. En je komt daar. Nou, je treft gewoon totaal iets anders aan. Ja. Je moet dan inderdaad... Ja. Dealen met wat er op dat moment is. Maar wat ook in een hospice gebeurt of in de palliatieve zorg. Ja, want daar ben je daarna gaan werken. Of ja. Was dat in combinatie met nabij, het hospice? Nee, dat zijn twee verschillende dingen. Ja, dat nabij, snap is, ik. Ja? Nabij is de vrijwilligersorganisatie die ook vrijwilligers levert in het hospice. Oh, toch? Want ja. Maar nabij zit meer dat de vrijwilligers bij de mensen thuis gaan, overal. Ook. Ook, oké. Okay. Thuis, verzorgingshuis, verpleeghuis. Hospice en dan waken ook, ja. En waken is als mensen echt stervende zijn en omdat er dan niemand is? Omdat ze dan geen familie hebben of waarom gaat iemand daar dan bij zitten? Of omdat ze wel familie hebben, maar die ook best heel oud zijn en de nachtrust graag willen. Want je ziet wel vaak dat er gewaakt wordt in de nacht. Zodat een familie 's nachts rust heeft ook, of in ieder geval kan bijtanken. Ja, of ze hebben gewoon niemand. Oh ja, triest, ja. Ja, ja die zijn echt, dat zijn best veel mensen die gewoon alleen zijn. Ja, sta je eigenlijk helemaal niet bij stil. Ja, hè? Die geen kinderen hebben, een partner overleden. Ja, en dan een nichtje of een... Ja, dus ja, heel... Maar zullen die dan toch ook blij zijn dat jullie dan aan zo'n bed komen zitten? Hè? Oh ja, ja, dat klopt. Daar zijn mensen ook echt ontzettend dankbaar voor. Oh, wat heftig. Ja, ja. Goh, daar word ik stil van, ja. Ja, ja. Ja. Ja, en het hospice, daar ben ik dus, toen dat kwam hier, toen het uiteindelijk, daar zijn we al een aantal jaren echt wel overheen gegaan voordat dat echt fysiek gebouwd is, toen ben ik gevraagd door Ruud Broeksteeg of dat iets voor mij, die kende mij vanuit nabij, want daar had ik dan eens in het jaar contact mee over de vrijwilligers die ook binnen de zorggroep opereerde. En die zei op een gegeven moment, God, is dat iets voor jou? Zou je dat willen? Nou, ik vond het echt een fantastische vraag. Ja? Maar ik twijfelde ook wel heel erg van, want het zou betekenen dat ik dan de boel zou gaan runnen. En ik denk, ja, dat is toch wel even iets anders als één iemand in de thuiszorg met een PGB verplegen. Maar ja, ik ben gewoon in diepe gesprongen. Ja, ik vond het eigenlijk fantastisch. Echt geweldig. Ja? Ja. Want het hospice, die hebben meerdere kamers? Het hospice heeft 3 kamers. Ja. En daar is 24 uur zorg. Dus er is een dagdienst, een avonddienst en een nachtdienst. En daarnaast levert nabij vrijwilligers tussen 8:30 en 7:30. En die komen overdag meer waken ook? Nou, of komen nee, die komen doen? Overdag eigenlijk een beetje hand- en spandiensten doen. Die zijn eigenlijk gastvrouw, gastheer. Die zorgen voor de deur, want de deur die zit niet op slot, maar die kun je van buitenaf niet zo openmaken. Dat was in het begin wel, maar ja, Jan en alle mannen liep naar binnen. Dat was ook niet echt praktisch. Nee. Dus daar zit een bel. Dus zij ontvangen de familie en de mensen die aan de deur komen. Ze zorgen voor koffie en thee, ze zorgen voor de maaltijd. Niet dat ze koken, maar het eten wordt aangeleverd. Maar zij zorgen wel dat het op het moment dat mensen het willen nuttigen, dat ze het krijgen. Ja. Ze helpen de verzorging eventueel met een hand aan het bed, met draaien of met, Ja. Goh. Ja, en ja, verder wat er eigenlijk zo'n beetje... Ja, het huishouden draaien, want het is eigenlijk een groot huishouden. Ja. Ja.
Ja, en het hospice, daar ga je eigenlijk naartoe als je stervende bent. Ja, en als je dus niet meer thuis, want je kan eigenlijk prima thuis ook sterven. Daar ben ik ook een groot voorstander van. Ja? Ja, ik vind als je thuis kan en je wil het thuis, dan vind ik dat je eigenlijk alles uit de kast moet trekken om te zorgen dat het thuis kan. Maar soms willen mensen het zelf niet. Die vinden het te moeilijk om in die ruimte het allemaal los te laten. Soms vindt de partner het heel ingewikkeld. Ja. Het is natuurlijk ook wel, lijkt me ook wel heftig als iemand sterft op jouw, in jouw bed of in jouw slaapkamer. Ja, ja. Dan denk je, jee, ik zou dan toch, ja, daar ben ik dan weer. En je kruipt in dat bed, ja, het hoort er wel bij, maar... Ja, nou ja, maar dat zijn wel dingen waarvan ik vind dat als dat speelt, dat het goed is dat je het met elkaar bespreekt. Ja. En soms kom je dan tot een consensus en soms niet, maar dan is dat wat het is. Ik vind ook niet dat je van je partner kunt verlangen dat die het allemaal maar goed vindt dat jij er in dat bed gaat sterven. Ja. Dat is toch iets tussen twee mensen. Ja. Maar dat is wel ingewikkeld soms. Echt heel ingewikkeld. Ja. En 9 van de 10 keer liggen ze niet eens in hun eigen bed, maar is er al een hoog laagbed. Ja. Dus liggen ze beneden. Ja. Nou, maar is er een ander bed ook? Ja, dus als ze thuis verzorgd worden, worden ze vaak niet meer verzorgd in hun eigen bed, want dat is te laag. En ja, ja. Kan niet omhoog en omlaag. Nou ja. Ja. Prachtisch. Goh, er komt toch heel wat bij kijken, hè? Er komt heel veel bij kijken. Ja, en dan hebben we het nog niet eens over het proces van het steeds zieker worden. Wat ook van alles doet in het lijf, waardoor mensen in een in verwardheid kunnen raken, in een delier. Ja, om dat allemaal goed af te stemmen met medicatie, korte lijnen met de arts, met de huisarts. Dat is echt ingewikkeld. En dat is de andere kant. En daarom zeg ik ook, daarom is het goed dat er een hospice is. En juich ik het ook toe dat er een in Boksel is gekomen. En vind ik het ook belangrijk dat mensen die ermee te maken krijgen ook weten dat het er is. En zich ook goed laten informeren wat het te bieden heeft. Ja. Omdat... Het kan een verademing zijn voor alle partijen als het de druk thuis gewoon te hoog wordt. Want het betekent op het moment dat iemand thuis sterft, degene, de partner, dat is ook degene die de deur open moet maken, die alle mensen die daar om die zorg heen zitten... Moet ontvangen. Zelf naar de apotheek moet voor de medicijnen. Er soms ook alleen bij is als het misgaat of als de sfeer zelf contact moet leggen met of de verzorging of de huisarts. Met als gevolg dat je eigenlijk geen kans krijgt om afscheid te nemen of samen dat laatste stukje te lopen zonder die ballast van al die zorg. Ja, ja. En dat heb je in het hospice wel, want die zorg wordt overgenomen. Er is permanent een arts waar je op terug kunt vallen en dat hoef jij niet meer te regelen. Nee. Dat doet allemaal de verzorging. Ja. En jij kunt daar ook blijven slapen als vrouw of partner of kind of net of wat. Dat kan altijd. Alles kan. Tenminste, ja, ik zei altijd, want ik werk er nu niet meer, maar ik zei altijd, we veel gaan kan. Voor goud. Ja. En dat wil niet zeggen dat we goud gaan halen, maar het is heel belangrijk dat alle dingen die er spelen of waar je mee bezig bent of die je graag zou willen of die je niet prettig vindt, dat je ze uitspreekt, want dan kunnen we er ook wat mee. Ja. En ja, we hebben wel eens 4 bedden klaargezet, omdat iedereen wilde blijven slapen. Ja. Je rekt naar vanant en je rekken kan. Ja, en voor heel veel dingen zijn oplossingen ook. Ja. Maar ja, even iets. Ik zie nou bijvoorbeeld allemaal krantenknipsels op tafel liggen. Mm-hmm. Over euthanasie en zo. Hè? Ja. Jij knipt die uit en jij bewaart bewust die kranten. Van alles. Ja? Ja, ja. En dat is ook een bewuste keuze dan of zo, als je zo'n krantenknipsel... Ja, nou, euthanasie is sowieso natuurlijk een belangrijk onderwerp als het gaat over voltooid leven. En ik heb ook een paar keer met euthanasie te maken gehad, binnen het hospice, maar ook daarbuiten. Ik denk dat het goed is dat het er is, dat de mogelijkheid er is. Alleen, ik vind het gewoon heel belangrijk dat, euthanasie, je vraagt iets van een arts. Dus ik vind ook dat je echt, zoals de wet het nu voorschrijft en zo
heb ik het in ieder geval altijd ervaren in de situaties waar ik mee te maken heb gehad, dat het goed onderbouwd is, dat het goed zorgvuldig gedocumenteerd is en dat het ook gehonoreerd werd. Maar je ziet natuurlijk in de kranten, en dat is ook wel te begrijpen, op het moment dat het water aan de lippen staat of als er in alle emotie willen mensen soms dat het afgelopen is of dat het stopt omdat ze het niet aan kunnen zien. Mm-hmm. En dat is ook afschuwelijk als jij iemand waar je heel veel van houdt zo ziet aftakelen of zo ziet lijden. En toch vind ik ook dat wil je het echt euthanasie op een goede manier doen, dan moet je daar jaren van tevoren al mee bezig zijn. Dat kan je niet. Als mens of als arts? Als mens? Als mens. Terwijl ik nog gezond ben, zeg maar, zou ik nou al erover na moeten denken of ik dat wil? Eigenlijk wel. Ja. Maar, ja. Dat is raar. Ja, want het is, je weet het niet, hè? Nee. Dan ga je zeggen, ja, als ik daar ga lijden, dan wil ik dat ook. Ja. Maar misschien denk ik, ik kan het nog wel hebben. Laat nog maar even, ja. Of zo. Ja. Weet niet. En dan vliegen we dus de bocht uit met z'n allen. Omdat je het uitstelt. Mm-hmm. En het eigenlijk toch niet helemaal duidelijk is. En dat het eigenlijk een beetje blijft zweven. Tot het moment dat je zegt, oh ja, nee, maar nu is het zover, nu wil ik het. Dat wil niet zeggen dat het dan niet meer kan. Het is ook heel erg afhankelijk van de situatie waar je op dat moment in zit. Maar er zijn heel veel schrijnende voorbeelden van mensen die met een arts spreken over, als het zover is, dan helpt u mij, hè, dokter. Ja, zegt de dokter, dan help ik u. Maar er wordt niet duidelijk uitgesproken waarmee er geholpen wordt. Er is een grote onduidelijkheid over euthanasie en palliatieve sedatie. Ja, leg eens uit, wat is precies het verschil? Een euthanasie is iemand eigenlijk echt medicatie geven waardoor die binnen hele korte tijd, en dat is minuten tot een kwartier of een half uur, maar dan ben je overleden. Dus je krijgt echt medicatie ingespoten waardoor je overlijdt. Dus geen natuurlijke dood. Palliatieve sedatie, daarmee verlaag je het bewustzijn door medicatie, waardoor iemand in een coma raakt. En na dagen komt te overlijden. Maar palliatieve sedatie mag je pas starten als je de allerlei symptomen die je hebt niet meer kunt bestrijden met andere medicatie. Dus dat heet met een mooi woord refractaire symptomen. En dat is niet voor niks, want als ik nu jou palliatief zou sederen, dan zou jij veel langer dan 14 dagen. Jij overlijdt niet zomaar, omdat jij gewoon gezond bent verder. Ja, ja. Dat is ook een wet, dat niet mag. En dat ook niet kan. Je moet eerst allerlei andere behandelingen hebben gedaan die niet meer aanslaan. Wat betekent dan ook dat het ziekteproces erger wordt. Precies. En dan kun je zeggen. Het is mooi geweest. Ja, maar dat bepaalt de patiënt niet, bepaalt de arts. Ja. Ja, het is samen met de patiënt. Ja, ja. Het gaat in samenspraak met de patiënt. Maar het moment waarop die palliatieve sedatie wordt gestart, wordt wel mede bepaald door de arts. Goh, ja. Je overlijdt niet eerder door palliatieve sedatie. Alleen, je maakt het niet meer bewust mee. En de medicatie. Dus het is niet dat je de dosering, dat ze dat verhogen. Want dat hoor ik ook wel eens. Dan krijg je morfine, zijn ze weg en dan geven ze iets meer en dan. Nee, in principe geven ze alleen maar meer als we het idee hebben dat iemand nog pijn heeft. Okay. Er zijn mensen die alleen maar bijvoorbeeld Dormicum krijgen. En dat is het middel om in die slaap te zakken. En dat kan een dosering zijn. Als die goed is, dan blijft dat gewoon hetzelfde. En morfine wordt eigenlijk alleen maar gegeven tegen de pijn of tegen de benauwdheid. Maar niet om iemand
in te laten slapen. Nee. Dus dat is een combinatie van medicatie. Ja. En er zijn ook nog een aantal andere medicaties die ook ingezet worden als het nodig is. Maar ja. Soms hebben mensen ook met een klein beetje dormicum-ambier als genoeg. Doen het verder gewoon helemaal zelf. En dat is, vind ik, ook veel beter, want met veel medicatie kunnen mensen ook weer in een delier raken, in een verwardheid. Nou, dat is ook eigenlijk afschuwelijk. Dat moet je helemaal niet willen. Door de medicatie kan dat gewoon gebeuren. Ja. Dus medicatie is echt niet alleen maar zaligmakend. Maar ingewikkeld. Ja, dat is ook echt ingewikkeld. Hoe zit het nou dan met mensen die bijvoorbeeld dement zijn? Die dus niet meer bij de positieve, om het zo maar te zeggen. Ja, dan is euthanasie al niet in vragen. Dat, sowieso niet? Nee, want bij euthanasie moet je altijd op het moment... Ten eerste, er zit een heel traject aan vast. Hè, dus behalve dat je met de huisarts dan tot een gesprek gaat en aangeeft dat je voor euthanasie in aanmerking wil komen, komt er ook nog een tweede arts bij die met jou in gesprek gaat over het uitzichtloos lijden. Want daar moet het dan wel over gaan bij binnen euthanasie. Maar dat doe je dan eigenlijk bijna als je gezond bent. Nou ja, dat zou je kunnen doen. Dus als ik nou in gesprek ga met twee mensen van... Ik ga met die mensen in gesprek, alles. Van, stel dat ik dadelijk dement word. Ja. Maar dan moet je dan dat... wil ik, als ik het echt niet meer weet... Ja. En ben helemaal van het padje of net wat, voor mij dan. Maar de moeilijkheid daarvan is dus ook nog, stel dat je dat helemaal hebt uitgewerkt, hè, met je huisarts, scanners is geweest, die zegt ook, ja mevrouw, ik versta u. Op het moment dat de arts jou die medicatie gaat geven, vraagt hij nog een keer aan jou of jij het werkelijk wilt. Ja. Als jij dementerend bent, is het dus onzeker wat je op dat moment gaat zeggen. En als je op dat moment zegt, nee, ik weet het eigenlijk toch niet, ja, dan krijg je de medicatie ook niet. Nee. Maar dan is het hele verhaal van de baan. Dan kan je niet een week daarna zeggen, ja, nou wil ik het toch... Doe toch maar wel. Ja, nee, dan is het... Nee. Nee, maar dat kan ook niet. Nee. Het is niet niks, hè, wat je gaat doen. En wat ook je dus ook vraagt voor de arts, ja. Ja. Dus dat gaat allemaal over zorgvuldigheidseisen. Maar dat maakt het voor iemand die dementerend is dus heel erg moeilijk. Omdat hij waarschijnlijk niet meer goed begrijpt wat jij vraagt. En de mensen die eromheen staan kunnen ook niks. Nee, nou ja, die zeggen, kijk, hier staat het allemaal, dit heeft hij opgeschreven. En zo wil hij, en als het zover is, dan wil hij of zij dit niet meer. Maar wat je ook bij fysieke aftakeling ziet, is dat als mensen... bericht krijgen. Mijn schoonvader heeft ALS gehad. Die is 15 jaar geleden overleden. Maar die zei, toen hij die diagnose kreeg, als ik dat of dat niet meer kan, dan hoeft het voor mij niet meer. Ja. Maar op het moment dat het zover was, zei hij, ik moest kijken wat ik nog heb. Dus mensen verleggen hun grenzen, dat doen ze. Ja, natuurlijk. En eigenlijk is dat ook alweer mooi, vind ik, omdat ze blijkbaar met alles wat ze in moeten leveren, toch ook weer... dingen ontdekken in zichzelf of ontmoeten in zichzelf of de waarde van het leven nog steeds ervaren, waardoor ze toch verschuiven. Ja. Ja. Dus dat maakt het dus ook zo moeilijk om dit soort dingen van tevoren te bedenken. Ja. Te zeggen, kijk, ik denk ook met alles wat ik heb gezien in mijn leven, dat wil ik allemaal niet. Als ik ziek word, ik geloof niet dat ik me laat behandelen. Maar wie weet wat ik doe. Ja. Als ik ervoor kom te staan. Ja, want dat lijkt me ook. Als je zoveel ziet. Mm-hmm. Dan maakt het voor jezelf ook moeilijk. Hè? Wanneer doe je het goed? Wanneer doe je het niet goed? En ik denk dat je het alleen maar kunt zeggen op het moment. Ja, je kunt het echt alleen maar zeggen op het moment. Maar dat maakt dus... Euthanasie zo moeilijk om het te doen. Ja. Hebben jullie ook dat jullie nabestaanden begeleiden dan? Of dat is het niet? Nee. Jullie doen echt mensen waar het om draait. Ja, dus we begeleiden de mensen, ook wel de familie en het gezin op het moment dat iemand bij ons is opgenomen. Maar op het moment dat hij komt overlijden, dan stopt het. We hebben nog wel een 2 keer per jaar een herdenkingsdienst. Dus dan wordt het familie uitgenodigd om met ons degene die is overleden te herdenken. Nou, die wordt altijd wel heel goed
ontvangen en ook goed bezocht. Het lijkt me toch ook als je als echtgenoot of als kind zo intens met het verplegend personeel, om het zo maar te zeggen, die periode het beleeft en hij of zij sterft. Tot ziens, bedankt. Ja. Ik zou bijna zeggen, blijf hier. Want ik hou ook van jou. Want je hebt me zo geholpen. Ja. Ja, nou, we zien wel regelmatig. En zo zuiver en zo puur op dat moment iets gedaan. Ja. Dan denk ik, ja, ik hou jou gewoon hier in huis. Ja. Toch? Ja. Nou, mensen komen wel terug. Een kopje koffie doen of zo. Hè? Maar dan wordt het anders. Ja, het wordt al anders, ja. Ja. Hoe is het nou? Heb je niet last van als iemand sterft, hè? Dat je bij jou blijft hangen of zo? Ja, dat zou mijn ding wel zijn. Snap je? Omdat je dan zo'n band opbouwt met zo'n persoon. En dat kan ook uit dankbaarheid zijn, maar het kan ook zijn dat je jou vasthoudt. Omdat je denkt, ja... Er zijn natuurlijk wel mensen die je meer bijblijven, omdat je daar... Nou ja, waarvan je ook het verdriet ziet van het loslaten van hun eigen gezin. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja. Ja, er zijn verschillende. De eerste die in me opkomt is iemand die toch vrij plotseling een recidief, dus dat het teruggekomen was. Die was geopereerd en het leek eigenlijk allemaal goed te zijn. En dat bleek dus uiteindelijk toch niet zo. Die is van het ziekenhuis bij ons gekomen. Eigenlijk wilden de kinderen naar huis halen, maar dat was voor hem ook moeilijk. En dan vond hij ook dat niet meer ging. Hè. Dat zie je dus ook, dat die kinderen eigenlijk... hij was de spil in dat gezin. Een heel hecht gezin. Aandoenlijk eigenlijk gewoon. Hoe ze... Ja. 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 Heftig. Mm-hmm. Ja, ik zie jouw verdriet daar nog steeds om, ja. Ja, het is, ik weet niet of het verdriet is. Het is... ja, wat is het? Ik voel wel de pijn. Ja. De pijn van het afgesneden zijn, zoals zij dat ook ervaren. Ja. En tegelijkertijd zie je dat ze het ook, tenminste wat ik er dan van zie, maar het ook geweldig oppakken met elkaar weer. Hij leeft ook heel erg bij hun... Hij laat wel iets achter. Hij laat wel iets moois achter. Hij is wel fysiek weg, maar hij is natuurlijk... Hij heeft daar wel iets neergezet of iets, ja. 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 Goh. Ja, het is ook het leven, ja. Het is een... We weten het met z'n allen niet, hè, hoe het zit. Nee, we weten het ook niet. Nee. Ja. Als je dan, als ik dan zo'n verhaal hoor wat je nou zegt, mm-hmm. en dan mensen daar zoveel kracht uit halen, hè, net als je zegt, hij is er fysiek niet meer, maar zo'n gezin dan toch nog doorgaat met ook de wilskracht, maar ook het geloof hebben dat hij er nog is. Mm-hmm. Dus wat is dan voor jou ook? Hoe voel jij dat, leven na de dood? Het gaat er bij mij gewoon niet in dat het alleen maar dit is. Dat vind ik gewoon een heel raar idee. Ik vind dat het ook heel dicht bij
Ik vergelijk het ook altijd een beetje met een zwangerschap. Als je dan bevalt, dan is het ineens zo'n kindje. En dan kun je niet voorstellen dat dat kindje er ooit niet was. En ja, het is ook toch op een of andere manier een soort cirkel of zo. Of een, ja. Een... Ik heb ooit iemand verpleegd, die heeft euthanasie gekregen. En de paar dagen voordat ze dat zou krijgen, was ik bij haar en toen zei ze... het lijkt wel of ik zwanger ben. En ik vond het een beetje een gekke opmerking, want ik zei, oh, een zwanger, ik zeg maar, hoor je wel wat je zegt? Want met zwangerschap, dan heb je perspectief, dan verheug je ergens op, een nieuw leven. En zeg maar, zo voel ik het ook, ik kijk er echt naar uit. Er is een verlangen van mij naar de dood, zei ze. Toen dacht ik, god, het is toch mooi als je er zo naar kan kijken. Ja. Als het voor jouw gevoel hier klaar is, ja. en er is op een of andere manier toch toekomst, wat het dan ook is, of wat het dan ook, ja. Ja, als het leven geleefd is, ja. Dan is het ook heel mooi om dat te kunnen. Hè? Als je ziek wordt of je bent oud en je lijf, je takelt af, hè? Dat is onomkoombaar, dat kan je niet keren, nee. Je kan van alles doen, maar uiteindelijk dat lijf, dat gaat het gewoon opgeven. En ik kan me zo voorstellen dat het ook een bevrijding kan zijn om dat lijf af te mogen leggen. Omdat het eigenlijk allemaal ballast is, wat nooit meer beter wordt. Ja. Nou ja. Ik weet ook niet hoe het voor mij zal zijn op het moment dat dat het voor mij zover is. Maar wat ik wel heel veel heb ervaren is de enorme de rust op het moment dat iemand overleden is. De stilte. Toch eigenlijk heel vaak ook hele vredige stilte. Ja, dat klinkt heel raar misschien, maar dat vind ik zoiets bijzonders. Je bedoelt die vrede in de ruimte zelf? Ja, dus op het moment dat iemand over is gegaan, het is toch een, iemand kan er nog zo rustig bij liggen, het is keihard werken. Het is keihard werken voor degene die overgaat, maar het is ook keihard werken voor de mensen die eromheen staan, die veel van iemand houden. Is het dan geen opluchting? Ook. Het is ook opluchting, maar het is ook verdriet. Ja, ja. Want het is op het moment dat iemand zijn laatste adem uitblaast, is hij niet meer hier? Nee. Fysiek? Ja. Ja. Och. Ja. Ja, het is wel een vak, hè? Het is echt een vak apart, ja. Hoor. Ja. Ik vind het zo knap. Ja, ja. Ik vind het zelfs niet, ik vind het niet knap. Het is... Ja, maar ik vind het knap. Ik vind het knap. Ja. Ik vind het knap dat jij dat doet. Ik vind het mooi. Ja. Gelukkig zijn er zo'n mensen als jij. Ja, maar ja, zo zijn er op allerlei vlakken mensen die goed zijn ook, in hun vak. Is ook. Ik vind het altijd kunst om ergens te zijn waar je talenten kwijt kan of waar je... gewoon jouw ding mag doen. Ja. Hè? Eigenlijk. Het verschil jouw ding maken, is, dat is wat tenminste voor mijn gevoel, wat ik dan mag en kan doen. Ook niet altijd. Maar... Nee. Je neemt constant afscheid dan, ja. Hè? Ja. Oh, heb je veel afscheid genomen in je leven? Maar ook veel mensen verwelkomd in het hospice. Ja, dat is de andere kant weer. Ja. Ja. Vond ik in het begin heel raar om dat te zeggen. Ja, welkom. Ja. Het is maar ik deed het wel en de eerste zei meteen, god, wat fijn dat u dat zegt. Toen dacht ik, oh ja, zie je, het is gewoon een goede, het is wel een goede manier om... Ja. Maar je gaat daar zelf over nadenken, terwijl... Natuurlijk vinden mensen het fijn om ook in het hospice verwelkomd te worden. Ook al is dat hun laatste plek. Ja. En ook niet voor iedereen. Want sommigen gaan er ook weer uit. Ja. Die knappen weer op. Oh. Ja. Maar het is wel veel afscheid nemen. Dat klopt. Ja. Nou, hoorde ik jou net zeggen, ik heb in het hospice gewerkt. Ja. Ik heb bij nabij gewerkt. Ja. Ik heb gewerkt, maar nu niet meer. Nee. Klopt, hè? Ja. Wat zijn jouw plannen?
Wat zijn jouw toekomstplannen? Of... Nou, ik heb nog niet echt toekomstplannen. Ik heb besloten om ontslag te nemen bij het hospice. Omdat daar in 2016 bekend werd dat er gestart zou worden met zelforganiserende teams. En mijn rol als teamleider zou komen te vervallen. Nou, dat vond ik niet leuk. Nee. En ik mocht wel blijven op de werkvloer. Als verpleegkundige. Want ik was wel meewerkend teamleider dan. En dat heb ik geprobeerd. Een jaar, maar ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Ik heb 5 jaar lang daar de scepter gezwaaid. Toch een beetje het aanspreekpunt geweest van het hospice. En ik vond het heel ingewikkeld om... Om het uit handen te geven. Om het uit handen te geven, maar ook die stap terug te doen. Voor mijn gevoel was het ook een jouw stap kindje. Terug. Ja. En ook... In de verhoudingen met je collega's. Je bent als teamleider, heb je een andere rol. En om dan weer een collega onder de collega's. Als ik iets zei, dan kwam dat toch anders binnen. Of werd dat toch anders opgepakt. Ik werd er eigenlijk heel ongelukkig van. Dus ik heb het een kans gegeven, maar ik dacht... Nee, ik moet dit niet blijven doen. Nee. En toen heb ik... toen heb ik gewoon besloten om met ontslag te gaan. Ik dacht, ja... Ook heftig. Ja, dat klinkt heel heftig, maar het was voor mij wel een bevrijding. Ja, om uiteindelijk die knoop door te hakken en te besluiten... Dit is klaar. Het is hartstikke mooi geweest. Ik vind het nog steeds een voorrecht dat ik destijds de kans heb gekregen om het te mogen opzetten. En ik heb dat ook echt met hart en ziel gedaan. Ja. Ik ben echt iemand die houdt van de projecten, van de voor- en de achterkant, zeg ik altijd. Van het pionieren. Het is zo'n hospice waar eigenlijk van alles nog uit de klei getrokken moest worden. Ja, dat vond ik fantastisch. Ja. En misschien is dit ook wel een hele fijne periode om eens niks te hoeven. Ik heb geen avonddiensten meer. Ik ben alle weekenden vrij. Ja, heerlijk. Ja, dat is echt heel fijn. Dat je overal weer aan kunt sluiten. Dat er allemaal georganiseerd wordt overal. Ja. Ja. Goh. Ja. Dus het is voor nu echt heel erg fijn. Ja. Ik ga afsluiten. Ik vond het een heel mooi gesprek. Echt. Ik vind je een heel mooi mens. Dankjewel. Zorg goed voor jezelf. Ga ik doen. En maak er een heel mooi leven van. Nog mooier. Ja, nou dat is het al. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan.